Een hele goede morgen op deze zondagmorgen. En welkom bij een nieuwe vlog. Toch maar wel een nieuwe vlog geopend. Je weet maar nooit wat je tegenkomt deze week. Toch? Outfit, simpel, shirt, trui. Lekker comfy. Dus Ron is zwemmen, Nio heeft bij een vriendinnetje geslapen, dus is niet thuis. En ik ga alles gewoon even lekker wat eten halen. Ja, we gaan vanmiddag naar de ijsbaan, dus ik eet met mijn mannetje alleen. Gezellig. Dus, let's go. Hoop Aramo Nederland. En wij hebben een vies gevulde kast. Echt niet te doen, maar goed. Een hele goede middag op deze maandagmiddag. Wederom vanuit mijn bed. Lekker hoor. Oh, heerlijk druk ochtendje gehad. Ik heb weer naar mijn beeldscherm zitten duren. Ik heb wel iets gedaan, maar is het zinnig? Nee. Ik heb gestofzuigd, ik heb gedweld, ik heb de was gedaan. Oh ja, en ik heb het daar boven mijn kast opgeruimd, want volgens mij een paar vlogs terug al had ik laten zien dat ik er allemaal zakken met kleding had, zomerkleding. Maar dat lag op die kast, propte zich op en rompleurde weer van alles erop en mijn OCD ging crashen. Dus ik heb nu de zomerkleding netjes erin gepropt en onder het bed getiefd. Dus daar zie je niks meer van. Nu staat er mijn verzameling. Wasmiddel. En dat is ook even een dingetje. Want daar staan nu drie grote flessen. In de badkamer staan er ook nog drie nieuwe. En dan praten we even over 16 flessen wasverzachter die in de kastje staan in de badkamer. Ja. En mijn janker ook ruimtegebrek heb. Ja, moet stoppen met kopen. Echt, als ik wasmiddel zie, dan moet ik het hebben. Schoonmaakmiddel moet ik hebben. Maar ja, man lief is net zo, want die gaat naar de Sligro. En hij krijgt dan van mij mee wat hij, of mij hoort horen wat hij moet halen drinken. En sausje dit, sausje dat. En dan komt hij met een fles. Wasmiddel aan. Dus die krijgt ook op zijn heupen. Ja. Maar goed. Ik ga lekker even mijn iPad bekijken. Dat gaat goed trouwens. Ik ken die vlog volgens mijn vorige vlog. En mijn arm gaat ook goed. En ik ga morgen even terug naar Chrisje. Want ik wil eventjes afspraken maken voor de bloem. Dus, dan moeten we maar even kijken. Maar goed, dat komt dan. Het zal dit jaar niet meer lukken. Dus. Verder wat liegen? Nee. Ik hoop nog even iets te slapen. Want het was vannacht weer bal. Dus, zie jullie dat. Weer gezellig in bed met Jut en Jo. Of Jut en Jo. Dat weet je gelijk. En dan gaat er een telefoon. Dat is mijn zus die vervelend is. Nee, dat is mijn stalkende zus. Ja, nee, dat kun je niet oplezen. Dat is privé. Kun je niet maken, toch? Toch? Nee, dat kun je niet doen. Dus. De husband is ook onderweg naar huis. Die is nu kind zoeken in Delft. Die geen telefoon heeft, want het was nog maar 1% die het nu niet meer doet. Kutbubbers. Zelfs dat de telefoon opgeladen is. Gratering. Ja, inderdaad, gratering. Dus. Ik heb altijd een powerbank bij me en een oplader. Altijd. Ja, heb je toch iets van hersens meegekregen met de geboorte? Oké. Dus. Maar goed, het hele geneuk komt daar dus binnen en dan gaat mijn slaapuurtje over in de keukenprinsesuurtje. Ja. Ja. Ik eet raar vandaag, jongen. Ik eet gebakken ei, ik eet runder carpaccio, ik eet rosbief en gebraden gehakt. En als mee zit mijn avocado als hij niet dood is. Maar hij zal wel dood zijn, denk ik. Ik heb tosti, prima zat. Jij hebt tosti?
Want daar zit ook ei. Dus, en dan zit ik totaal aan de 10,9 gram koolhydraten vandaag. Dat is niet goed. Die ga ik niet redden ook. Oké. Okay. Dus dan moet ik nog 10 gram koolhydraten ergens vandaan zien toveren. Kijk wel. Zien wel. Kom goed. Project A, bullshit, gauwhoer. Gaan we niet doen. Daar heb ik geen zin in. Allemaal rekentabelletjes. Neuzen. Oké. Okay. Stellig, joh. Deze zag ik niet aankomen. Hè? Deze zag ik niet aankomen. Wat zag je niet aankomen? Neuzen. Dat deed ik altijd met je oma. Toen ik klein was. Neuzen. Tot mijn 22e gedaan. Echt waar. Ja. Mama is vrolijk. Nee, juist niet. Ik mis weer mijn uur slaap. Weer. Kan ik niks aan doen? Jawel, ten eerste kom je in mijn kamer binnen. Ga me rustig om. Nou, heel veel. Ja, diep. Dus, maar goed. Hoe laat is het nou? 10 over 2 pas. Goed doen. 14:15. 14:15, ja. Ik heb nou honger. We gaan hem niet horen. Nou ja, goed. Ik ga het even wachten op de rest. Een hele goede middag op deze dinsdagmiddag. Ook in dagen weer, hoor. Ik ga even naar de tatershop. Ik heb weer een idee. Dus, maar dat zal deze dit jaar dan wel niet meer lukken. Maar dat zien we dan wel weer. Dus, een vlogcamera lag in de auto. Dus ik denk, daarom open ik de vlog even. Stom, hij zat vanmorgen in de tas. Dus. Niet al wachten. Hier nu de deur aan het slot. Ook deze mensen. Dan heb ik toch een dikke wank en weer een bal in mijn buik. Dus, we gaan. Nu naar het kruis van verkeerslampjes. Bezig. Maar ja, de zon schijnt te droog. Het is dat weer nog meer. En druk. Serieus, ik zoek de kruidvat. We kunnen het kruidvat niet vinden. Daar zit hij ook niet, hè? Nog een bezig. Waar ga ik het vinden? Je hebt hier echt van alles. Maar ook niet kruidvat. Help. Het is echt een paniek momenten. Mediamarkt. Ethos. What the fuck? Wat doen jullie als je in zo'n groot winkelcentrum loopt? Gevonden. Halleluja. En de tering. En heel snel weg hier. Raak dan in de kniek. En we zijn weer thuis. En het was gezellig in Leidschagen. Ja. Dus. De tatershop was minder gezellig, want ik kwam in maart pas. Maar goed, mits je een uitvaller hebt, maar dat zien we dan. Oh, dat zien we dan wel. Dus. Zo te doen. Even lekker lopen slenteren in Leidschagen. Paniek al om. De blote kruidvat. Het is daar echt wel eens veranderd, maar wel super mooi geworden. Maar goed, ik heb eindelijk mijn lampjes bij bed. Film betaal ik wel. En laat ik de keuken niet maar sausjes maken om de taartjes even kruiden. Zin in. Ze hebben niet geluncht. Nu is een beetje ziek. Ja, heel erg ziek. Die is echt al vorige week aan de griep en niet best. Dus ja, die ligt nou met een zootje pijnstillers op de bank. Dus. Ja, ga ik de keuken beginnen. Sausjes maken. En nee, ga ik niet vloggen. Dat is niks aan. Een beetje tube mayonaise leeg knijpen en zo. Nee. Dus, gaan we doen. En even een update van mijn blarenhanden. Het ziet er dus nu zo uit. Hoe ranzig is dat? Oh, en het doet zeer. De andere kant ook. Ik kan niet echt goed zien. Niet te doen. Maar flink blijven smeren met de crème van de arts. Hoop dat het weggaat. En wij gaan gezellig samen de vlog afsluiten. Met een nieuwe outfit, laat me zien. Dat is heel leuk. Ja, gekocht bij de H&M. Nee, Sena, sorry. De rest is drukker dan het oude boer op de achtergrond. Ah, bla bla, het is in de kippenhok. Maar goed, ik ga afsluiten en morgen starten we weer een nieuwe vlog. We krijgen drukke dagjes. Vrijdag hebben we een etentje hier zo met huisvrienden. Waar we zin in hebben. Dus super gezellig. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie zondag. Bye.